Deze les gaat over Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Na het bekijken van dit filmpje kun je de volgende hoofdvraag beantwoorden. Welke problemen speelden in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog? In dit filmpje zal vooral aandacht besteed worden aan het Verdrag van Versailles en de Republiek van Weimar. Het einde van de Grote Oorlog. Op 9 november moest de keizer van Duitsland, keizer Willem II, afstand doen van de Duitse troon, onder druk van onder andere de Verenigde Staten. Zij wilden van Duitsland een democratische republiek maken met algemeen kiesrecht. De Duitse keizer vlucht hierop naar Nederland. Op 11 november 1918 wordt de wapenstilstand ondertekend. Deze wordt ondertekend in een treinwagon in het bos van het plaatje Compiègne, zoals hier op het plaatje is te zien. Na 4 jaar kanongebulder mochten de soldaten eindelijk naar huis. Ondertussen is er in Duitsland een nieuwe regering aan de macht gekomen. Deze regering heet de Republiek van Weimar. In het plaatsje Weimar werd deze nieuwe grondwet aangenomen, vandaar de naam. Het parlement, in Duitsland de Rijksdag genaamd, en de president mochten door alle Duitsers gekozen worden. Dat wil zeggen, er was algemeen kiesrecht. De Sociaaldemocraten van de SPD waren op dat moment de grootste partij. Zij regeerden samen met 2 andere partijen. Duitsland was vanaf nu een democratische republiek. Maar de Republiek van Weimar stond voor grote problemen. Conservatieven en nationalisten geloofden in de dolkstootlegende. De dolkstootlegende is een soort van complottheorie die is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Zij geloofden namelijk dat de linkse regering de legerleiding had gedwongen om te staken met vechten en dat er dus eigenlijk vanuit vanuit het binnenland een dolkstoot in de rug werd gegeven naar de militairen aan het front. De communisten in de tegelijkertijd waren uit op revolutie, zoals dit ook in Rusland was gebeurd. En dan als laatste nog het Verdrag van Versailles. Hier zie je propaganda, spotprenten over de dolkstootlegende. De linkse regering steekt de dolk in de rug van de soldaten. In deze linkse partijen zaten ook een aantal Joodse mensen. Dit zie je ook terugkomen op de afbeelding. Het Verdrag van Versailles. Dit verdrag werd getekend in 1919 door alle partijen. In dit verdrag werd Duitsland aangewezen als hoofdschuldige. Tijdens dit verdrag hoopte Duitsland nog te onderhandelen over de straf, maar de geallieerden dreigden met de bezetting van heel Duitsland als de Duitsers niet zouden ondertekenen. Er zat niets anders op dan een krabbel zetten. De belangrijkste bepalingen waren: Duitsland moest de hele oorlogsschade via herstelbetalingen in goud vergoeden aan de overwinnaars. Duitsland moest grondstoffen, machines, treinen en ander oorlogsmateriaal inleveren. Gebieden binnen en buiten Europa moest Duitsland afstaan. Het Duitse leger mocht niet groter worden dan 100.000 man en er mocht geen dienstplicht meer zijn. En Duitsland en Oostenrijk mochten zich niet bij elkaar aansluiten. De Duitsers zagen dit verdrag niet als een vredesverdrag, maar als een dictaat, een opgelegde vrede. Ze waren zwaar beledigd. Zoals op het plaatje te zien is, trof het Verdrag van Versailles de economie van Duitsland zwaar. 20% van de productiegebieden moest Duitsland afstaan. Hierdoor waren ze ook 10% van de inwoners van Duitsland kwijt. 1/3 van de steenkoolwinning was verloren, 1/4 van de aardappel- en broodproductie was weg, 4/5 deel van de ijzererwtswinning en alle koloniën en handelsroutes waren ook niet meer van Duitsland. Op dit plaatje zie je welke binnenlandse gebieden Duitsland af moest staan aan onder andere Frankrijk en Polen. Duitsland vond het verdrag een dictaat, zoals al eerder gezegd. Ze hadden het gevoel alsof ze door de geallieerden onder de guillotine werden gezet. Alsof iedereen een stukje Duitsland mocht grijpen.
en alsof de Duitsers het verdrag verplicht moesten slikken. Dit zou later tot grote problemen leiden.